Yo, gasten, goed jammer, kijk naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Tony Kok en we gaan vandaag weer knallen. Tos Nainggolan, 94 reden. Nainggolan, echt super ziek. De beste reactie was van Rutger Westgeest. Echt super baas, 288 likes. Dat zijn echt insane veel likes. Echt dikke shout-out naar jou, echt een super reactie. Maar we gaan gewoon lekker knallen. Zoals je ziet, Nainggolan zijn kaartje is boven de 90 reden. Is echt super ziek. Ik ben echt super benieuwd hoe die het gaat doen. Ik heb er nog niet mee gespeeld, zoals je ziet. We gaan gewoon lekker knallen, op naar de kwalificatie. Maar eerst ga nog even de scorebord checken, want die staat er ook weer bovenaan. Natuurlijk, Promes nog steeds bovenaan met maar liefst 16 goals. Op de tweede plek Lakers 7-14, derde dan Belen. En als vierde Bashi Dost. En hopelijk gaat Nainggolan onze Promes inhalen. Het zou super ziek zijn als hij meer dan 16 goals maakt. We gaan gewoon snel door, op naar de eerste game. Let's go! Yes, eerste game en dan meteen tegen dit team. Smalling wel respect, de roze Smalling staat respect, maar hij heeft wel Dembele, Son, Kante, Tolisso, echt een heel ziek team en dat tegen mijn teampje. We gaan het zien, let's go! Come on. Zoeken naar het gaatje natuurlijk, Nainggolan gevonden, Nainggolan meteen met de actie! Nainggolan meteen met de actie, stop! Nee, wordt dan meteen 1-0 achter, ik hoop het niet! Bodycheck, tuurlijk, let's go! Oeh, ja gezien, rustig. Nainggolan, hard in de voeten, tuurlijk! Hoge bal, Molina op de brommer, natuurlijk! Nainggolan zoeken, Nainggolan gevonden, actie, nee, en het is uit. Let's go, Nainggolan, tuurlijk, Nainggolan heeft de bal, dubbel tappie, nee, of toch niet. Yes, weer op zoek naar Naini, loop maar naar Naini, lopen. Naini wordt geblokkeerd. Actie van Nainggolan, tuurlijk. De solo van Nainggolan. Goed te spelen, geef me mee. Dit moet de 1-0 worden, het wordt de 1-0, let's go, wat een heerlijke avond. Heerlijke opzet. En Molina maakt het natuurlijk af. Wie anders dan Molina? Geen idee wie het is, maar wie anders dan Molina? Let's go. 15 minuten gespeeld. 1-0 voor en meteen de rage quit. Bij 1-0 meteen de rage quit. Als dit zo doorgaat met de rage quit, gaat straks Nainggolan helemaal niks scoren. Dat zal wel wezen. Maar ja, let's go. Op naar game nummer 2. Game nummer 2. En dan tegen dit team. Tos Lukaku. SBC Son. Tos Ramos. Carvajal. Herrera, ja, dit is gewoon niet normaal. En dit met mijn bronzen teamje. We gaan gewoon zien wat we ervan gaan maken. Ik weet het gewoon even niet meer. Let's go. Nainggolan. Heerlijke bal, Nainggolan. Nee, net niet de 1-0. Lopez had hem tegen. Tuurlijk, goed verdedigd. Nainggolan gezocht. 1-2'tje. We hebben hem weer. Naini, goed in de voeten gespeeld. Naini met stop. Met de actie, tuurlijk, naar binnen. Huppakee. Lombardi, op zoek naar Nainggolan. Nainggolan weer de bal. Nainggolan met de actie, dit moet hem worden! Dit moet 1-0 worden, het wordt 1-0! Nainggolan is de eerste goal voor mij! Nog geen 12 minuten gespeeld, let's go! Salai met de actie, tuurlijk, heerlijk. Nainggolan gezocht, 1-2 met Nainggolan. Natuurlijk, Nainggolan weer met de actie. Nainggolan met de solo. Kan hij ook solo's? We gaan het zien. Oeh. Ja, hij heeft nog steeds de bal. Lekker hoor, Nainggolan. Haal maar uit! Toch niet, 1-2, Nainggolan. We hebben niet meer de bal. Jammer. Ja, dan gaat hij op de rechterflank. Helemaal vrij. En jeuk aan mijn oor tegelijk. Actie. Tuurlijk, Nainggolan. Tweede bal. Nee. Leek meer op een schot dan. Leek meer op een schot dan. Een voorzet eigenlijk. Nainggolan, loop maar door. Lekker. Geef maar mee aan Naini. Maak hem even gek. Tuurlijk, korte hoek. Ah, jammer. Ik had verder ook moeten doen. Hij kan zien. Poging nummer 2. Naini. Geef maar mee. Voor. En haal maar uit. Boom. Oh, wat een goal! Wat een goal! Pas, boom, klaar! 2-0, let's go! Wat een aanval, wat een corner. Let's go! 2-1, nee! Nog een half uur te spelen en dan 2-1. Oh mijn god, het gaat nog spannend worden. Het gaat nog spannend. Ja, actie, tuurlijk. Tuurlijk, we zijn er langs. Oh, we hebben de bal. Schiet maar, maak me af alsjeblieft. Nee! Oh, had hem nog binnen ook. Pompen die bal. Scheidsfluit. Scheids, fluit maar, ik hoef hem niet af te maken. Oké, ik maak hem af. Nee, grapje, scheids, fluit. Oké, goed. Hop, naar de halve finale. Ik ben echt benieuwd naar hoeveel schoten ik heb, man. Wow, 20. 11 op doel. Wow. Oké, let's go, op naar de halve finale. Wow, halve finale tegen dit team, tegen Gumball. Met Tots Dolberg, Tots Jorgensen, wat natuurlijk echt een beest is, Tots Jorgensen en Eriksen. En ja, het is gewoon een goed team. Maar ik hoop dat ik dit kan hebben. Ik hoop dat ik gewoon dit kan hebben en gewoon door kan stomen naar de finale. Dus let's go. We gaan knallen. Wow, yo, wat is dit voor kaart, jongen? Ja, en dan kom je zomaar 1-0 achter door Jorgensen. Ja. Begonnen met die kaart. Die kaart was gewoon niet goed.
Wil je paniek, paniek, schieten! Schieten, maak! Nee, toen. Nu ben ik de Sjaak. Wordt het dan meteen 2-0? Buitenspel, scheids. Goed gezien. Wat? Hij geeft geen buitenspel. En dan zijn ze zomaar 2-0 achter, zo snel. Omdat hij geen buitenspel geeft. Duimpie. Tuurlijk, heerlijke bal. Wat een vrijheid. Wat een ruimte. Nee, hola. Actie, maak maar af. Nee, toch niet. Nu wel, nee, toch niet. Oh mijn god, het gaat helemaal mis. Nainggolan, nu wel. Tuurlijk, 2-1 Nainggolan. Let's go, man. Let's go. Comeback in the making. Ik bedoel hetzelfde, maar ik dacht het niet, want ik zit er ook lekker tussen. Nee. Maar nu is Nainggolan wel weg. Hij is weg. Dit kan er 2-2 worden. Dit moet er 2-2 worden. Maakt hij het ook af? Hij maakt het af. Let's go, 2-2. Comeback in the making. Nog eentje en we staan gewoon voor. Let's go. Come on, Nainggolan met de solo, natuurlijk. We gaan gewoon meteen 3-2 van maken. Let's go. Nainggolan met de solo. Nog een tijd. Nainggolan. Boom. Oh, hij raakt hem net aan. Sneakel, hij raakt hem net aan. Tuurlijk, heb hem mee. Nainggolan. Verder hoek. Wie voet. Schieten, gewoon doen. Ja, panna. Panna goal 3-2. Beetje lucky. Maar ja, hij zit er wel in. Let's go. Nani op de brommer. Natuurlijk, Nani met de actie. Andere kant, grapje. Niet die kant. Nee, toch aan de grapje. Niet die kant. Ja. Schieten, doen. Oh, hij zit erin. 3-2. Let's go. Nainggolan on fire. Wat een heerlijke goal. Let's go. Ja, geef maar mee. Hij kan niet meer rennen, maar geef maar gewoon mee. Tuurlijk, Nainggolan met de actie. Dit wordt 5-2. Nainggolan on fucking fire. Nainggolan is niet meer te stoppen, niet meer te houden. Hij is los, let's go. Op naar de finale. Finale tijd. Yes, de finale tegen dit team. En bijna een full tot team. Met Marquinhos. En van de Turkse League, Promes. Promes, de baas natuurlijk, Promes. Quincy Promes. We gaan gewoon knallen, dus let's go. Ga meteen voor de solo, wow. Nee. Niet meteen een 1-0. Tuurlijk, heerlijke blok. Let's go, counteren. Nainggolan is voorbij. Hij moet de keuze maken. Hij is te laat. Maak maar af. Nee, tweede instantie. Natuurlijk, 1-0. Natuurlijk. 1-0, nog een 10 minuten gespeeld. En nu al 1-0 voor. Wauw, ik had het niet verwacht. Gewoon een gelukje. Maar maakt niet uit. Hij zit erin en daar gaat het gewoon om. 1-0 voor, let's go. Paniek. Nee. Oh, ik zit helemaal naast. Nee. Geen 1-1. Ja, het wordt 1-1. Oh mijn god. Kom aan, hoofd naar de 2-1. Komt hem maar, tuurlijk. Nainggolan, maak hem af. We maken hem af. Let's go. 2-1, Nainggolan. Let's go. Waar hij niet maakt, maak ik hem natuurlijk wel. Oh, wat heerlijk. Let's go. Tuurlijk. Heel sterk. Molina met de actie. Natuurlijk. Tikkie breed. Tikkie terug. Tikkie mee. Nainggolan, natuurlijk. Haal maar uit. Oh, de lat! Boom! Tuurlijk, heerlijk verdedigd. Kom aan. Meteen erop. Actie, heerlijk! Molina! Nainggolan zoeken! Maak maar af! Ja, yes, 3-1, Nainggolan 3-1, let's go! Een kwartier te gaan. Dit kan gewoon niet meer misgaan. Ik mag de buur eruit handen geven. Let's go! Nainggolan. Tuurlijk, Nainggolan is vandoor. Bopt hem even weg, huppakee. Thiago Silva komt op Nainggolan af. Nainggolan is nog steeds sterk voor twee man. Tikkie breed, maak hem af. 4-1. Daar maak ik 4-1 van. Molina maakt er 4-1 van. Heerlijk, dit is nu al over en uit. Als het goed is krijgen we nu een footbeurtje. Pakketje, dus let's go. Yes, en het is over en uit. En we hebben gewonnen. Zoals je ziet, Telstar de winnaar van de dagelijks knock-out toernooi. Gefeliciteerd, geniet van je beloning. 1000 munten en 1 fit is jaarlijks speler. Dus we gaan nu snel naar de winkel. Het pakketje openmaken. Let's go. Ik ben echt benieuwd welke speler hieruit gaat komen. We gaan hem gewoon snel openmaken. We gaan het zien. Let's go. Het is geen balkout. Ik weet niet eens of je een balkout kunt krijgen. Tuurlijk een grote flair. Wat is het? Het is niet de beste Ramos. Ramos alsnog. Je moet blij zijn met wat je krijgt natuurlijk. En Ramos heeft in principe gewoon een ziek kaartje. Een zieke stats. Dus Granada die kan ik misschien nog gebruiken als super sub. Wie weet is hij hartstikke goed. Boys, in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. Zoals je ziet heeft Nainggolan 7 goals gemaakt en daarmee krijgt hij een gedeelde 4e plek met Bassi Dost. Echt super goed gedaan. Eigenlijk merk je dan toch wel dat Nainggolan niet echt een... Ja, natuurlijk is hij heel goed in afmaken, maar niet echt een spits is. Maar wel heel goed met de assist, creëren van aanvallen, etc. Maar natuurlijk Nainggolan heeft het super goed gedaan. Volgende week
komt er helaas geen video online, omdat ik dan op vakantie ben. Ik ben een weekje weg, maar die week daarna komt er natuurlijk gewoon weer een nieuwe video, nieuwe Toss to Glory. Laat natuurlijk in de comments weten welke spel je volgende keer wil zien of over 2 weken wil zien. Dus boys, in ieder geval, ik bedankt voor het kijken. Drop dan even een lekker blauw duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk even op de channel en zie ik jullie over 2 weken. Dus ik wil iedereen alvast een hele fijne vakantie wensen en tot over 2 weken. Peace out!